Met de overname van de Afobakadam is de energievoorziening in Suriname duurzaam gegarandeerd. Dat zei Sergio Akimboto, hij is minister van Natuurlijke Hulpbronnen, gisteren tijdens een persconferentie op het kabinet van de president. Nu de Afobakadam geheel in Surinaamse handen is, kan zelfs het achterland van Suriname worden voorzien van energie, terwijl ook de kustvlakte economische voordelen zal hebben aan deze overname. De dam is namelijk in topconditie en is onder beheer van staatsolie geplaatst, benadrukt NH-minister. Wat niet vergeten moet worden is dat er daar Surinamers werken bij de dam en die toch wel uitkeken naar een stukje zekerheidsgarantie over waar ze ondergebracht zouden worden. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias zegt dat de afgelopen maanden er hard is gewerkt aan de processen en procedures die nodig zijn om de dam in topconditie te houden. De energielevering aan de NV Energiebedrijven Suriname EBS is nu ook de volledige verantwoordelijkheid van staatsolie, zegt Elias. We hebben zelf ook onze eigen raffinaderij. Dus onze eigen raffinaderij is ook gebaseerd op een hoop van de methodes die Alcoa zelf ook had. Dus ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Wat we zelf ook nu aan het doen zijn, is wat we zeggen, is we moeten nu kijken hoe kunnen we de dam optimaliseren. En dat gaan we in de komende jaren doen om te kijken hoe kunnen we nu meer energie halen uit de dam. Want het is natuurlijk, hydro blijft natuurlijk een prachtige vorm van energieopwekking en een hele goedkope manier van energieopwekking. En het is goed dat het Surinaamse volk daar nu ook zelf van gaat kunnen genieten. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias gisteren tijdens de persconferentie over de overname van de Afobakadam, die sedert 31 december volledig aan Suriname toebehoort.